Door samen te werken en te pleiten voor een verantwoordelijk beleid kunnen we de wereld veiliger maken voor huidige en toekomstige generaties. Woorden van Marinus B., voorzitter van de Nationale Assemblée, vandaag bij de opening van de eendaagse workshop met als thema bevordering van internationale vrede en veiligheid wereldwijd. De workshop, die in samenwerking met Parliamentarians for Global Action is georganiseerd, heeft als doel de internationale vrede te bevorderen en het waarborgen van mensenrechten. B vindt het belangrijk dat er wordt gebundeld om dit doel te bereiken. Let us stand together across borders and party lines in support of these global parliamentary campaigns. Thank you for your participation and dedication to the cause of international peace and security. DNA ondervoorzitter Deo Sharman zei dat er veel werk in Suriname wordt verzet om de mensenrechten te waarborgen. Er worden verschillende instrumenten gebruikt om bijvoorbeeld de rust en vrede in de gemeenschap te behouden als het aankomt op de naleving van mensenrechten. Eén daarvan is openlijke en eerlijke discussies. Openness is always part of our approach because we believe that is the key to addressing human rights issues effectively. That's why we strive to promote open and candid discussions about rights of people, with a particular focus on women, children, and the LGBTIQ group. Openness creates an environment where individuals can freely express their concerns and experiences, making it easier for us to address their issues. Parliamentarians for Global Action is een internationaal netwerk van parlementsleden dat zich bezighoudt met zaken als mensenrechten, democratie, de rechtsstaat, veiligheid, antidiscriminatie en gendergelijkheid. DNA-voorzitter B. tekende in september 2023 de Declaratie van Vrede en committeerde zich zo opnieuw om vrede te bevorderen.